Ja, Jurgen van, van Rooy, welkom in Erf zou ik zeggen. Dat zeg ik tegen alle trainers. Maar ja, dat welkom heb je al lang gehad hier denk ik. Ja, dankjewel Peter. Uh, ja, vandaag een eerste oefenwedstrijd en uh, ja, erg tevreden in ieder geval. Uh, zeker over de eerste helft, tweede helft uh, iets minder. Maar in ieder geval uh, ja, al met al een geslaagde oefenwedstrijd denk ik. Uh. Ja inderdaad, zeker geslaagd. Ja, zoals ik je net in het voorgesprek al vertelde, van, uh, ik belde Henry van Rooy op, de trainer van de Avanti. Ik zeg ja hier staat erbe 5-0 voor met de rust. Hij zei dat kan je niet want eh, tegen, eh, tegen, BMC's, hè? Ja, tegen BMC zeg je tegen BMC. Ik weet niet of ze een off day hadden of zo maar eh, ken jij ze verder? Of waren jullie ze goed? Uh, ken ik ze verder? Nee niet echt. Ik weet wel dat ze afgelopen donderdagavond een oefenwedstrijd gehad hebben tegen Real Lunet. Uh, ja daar kan misschien op dit moment een in de voorbereiding kan dat misschien net zoveel zijn: uh, donderdag, zondag voetballen. Maar dat is in ieder geval een, een keuze die gemaakt wordt binnen BMC. Maar in ieder geval, uh, ja, wij waren de eerste gewoon goed georganiseerd. En, uh, we gaven bij goede momenten gaven druk. En uh, ja, die jongens maken gewoon goede goals. Dus uh, ja, gewoon, uh, zeker over de eerste helft wel erg tevreden. Ben je anders gaan voetballen met Erb? Ja, ik denk niet zozeer anders. Uh, dat gevoel heb ik in ieder geval niet. Uh, belangrijk is in ieder geval dat we bepaalde, ja, ik wil in ieder geval mijn erp, in ieder geval dat we een bepaalde controle krijgen over de wedstrijd. En uh, ja, daar zijn we in ieder geval druk mee aan de slag. Uh. Ja, Je hebt ze tegenstanders bekeken, we hebben er ook al een reactie op gegeven op KlikSport. Maar ja, als je het zo bekijkt, uh, ja, het wordt toch een, een zware competitie. Ja, een hele, hele uitdaging zal het worden. Inderdaad, zware competitie, veel, uh, veel leuke ploegen. Uh, veel, ook, uh, veel bekende trainers, in ieder geval. Uh, ook jongens die onder mij zelf gespeeld hebben. Dus, uh... Old Boys Netwerk, zeggen ze dan. Hè? Ja, dat klopt. En, uh, gewoon een erg leuke competitie met me mooi, mooie, mooie, mooie verenigingen. En uh, ja, ik, uh, ik hoop dat wij in ieder geval een uh, goed figuur gaan slaan in de tweede klasse. Dat is in ieder geval de insteek. Uh... Ja, dat mag ik, dat mag ik zeker zeggen. dat je vader ook weer was, wat dichterbij voor hem. Ja, dat klopt. Het uh, is ja, dus een minuut of 7, achter rijden. beste was een minuut of 20 en uh, ja, allebei goed te doen. Uh. Ja, dat is een verder, hè Dat mag, hè? Uh, ja, je stond net even te praten met, uh, met, uh, met Luc Barten Die is al heel lang geblesseerd. Uh, vertel eens wat van Reken je daar nog op? Of, uh, wat, wat, hoe, hoe is het eigenlijk met hem? Ja, eigenlijk, uh, Luc heeft een uh, zomerstop gehad. Daar heeft hij uh, wel het een en ander voor zichzelf gedaan. Hij is een paar weken in Spanje geweest op vakantie. Daar heeft hij wat minder gedaan. De eerste twee trainingen is hij bij geweest. Daar hebben we misschien niet helemaal slim aangepakt. Hij heeft twee volledige trainingen meegedaan op donderdag en zaterdag. Dus er zaten wel wat hersteldagen tussen. Misschien hadden we de duur van de trainingen en de herstel tussen de dagen wat langer moeten pakken. Dus, uh... Wat zijn zijn ze verwachtingen zelf? Ja, Luc, die wil jaar nog Gul graag afsluiten natuurlijk uh, bij Erp. En uh, ja, in ieder geval de afgelopen dagen gaat het in ieder geval wat beter. En uh, ja, we moeten in ieder geval uh, zijn duur van de trainingen, moeten we op dit moment gewoon even wat terugschroeven. Die moeten we wat korter maken en zijn herstel tussen de wedstrijden moeten we langer maken. En dan denk ik, dan hoop ik dat het in ieder geval snel beter gaat met Luc. Uh. Ja, je krijgt nu uh, een paar stevige tegenstanders, dacht ik, in de oefenperiode. Milohout Hout dacht ik, hoorde ik noemen. nog nou eens een. Vrijdagavond Miele Hout en dan uh, de dinsdag erop uh, krijgen we uit Brabantia. Nou, twee hartstikke leuke ploegen. Uh, BMC is ook gewoon een hartstikke leuke ploeg om tegen te oefenen. En uh, ja, vrijdagavond gaan we andere jongens proberen. Want we hebben nog meer talent dan uh, we vandaag bij hadden. Uh, in twee spelen ook nog gewoon een aantal jonge jongens. Goede jongens. Talentvol. Dus uh, ja, die, gaan, die gaan vrijdagavond uh, gaan die minuutjes maken. Dus uh, ja, ik ben ook zeer benieuwd naar die jongens. Uh, we gaan van op horen. Uh, ik ga uit van, van wel, ja. Ja, bedankt voor dit interview. En uh, we gaan elkaar zeker nog een keer zien, uh, Jurgen. Dankjewel. Fijne zondag. Uh,